Ik geef graag het woord aan meneer Gevaert voor zijn analyse van de wedstrijd. Het was een happy ending, zou ik zeggen. Hè. Echt een, ik denk een zeer aangename match voor te zien. Hè. Maar eigenlijk interesseert mij niet veel met die aangename matchen of niet aangenaam. Als je 2-0 achterkomt, dan denk je dat het onmogelijk is. Juist na de rust een serieuze tik. En dan keerde terug en is tot het einde, blijven tot het einde gevaarlijk en krijgen we nog de kansen op het gelijke spel. En als het dan in de ultieme minuut valt of in de ultieme seconde, dan, dan doet het dubbel zoveel deugd. Hè. En ik denk dat het verdiend is, ik denk dat daar geen twijfel over bestaat dat het verdiend is. Maar ik denk dat we in een de laatste rechte lijn dat het echt niet meer toedoet of dat het nu verdiend of niet verdiend is. En nog 3 matchen te gaan. En het is een ongelooflijke adrenaline stoot en een boost. Dit punt hier op Cerkel Brugge in de aanloop naar het belangrijke drieluik. Dank u wel, meneer Geven. Meneer Van der Biest. Aan het kogelen met de uitslag natuurlijk. Hè. Als je dat voor de wedstrijd zegt, 2-2 tegen Antwerpen, maar zo'n mooie namiddag, dan ga je misschien nog tevreden zijn in die situatie waar we uitkomen na 5 wedstrijden. 3 puntjes, dan zeg je oké, ja, we kunnen ermee leven voor de match, maar als je de match ziet, scoor je 2 keer op het ideaal moment. Oké, het is dan een fase, maar dat hoort bij het voetbal. Kom je op perfect moment voor, na 20 minuten. Dan heb je het een beetje moeilijk, de 10 laatste minuten, eerst naar, kost je de ballen mee goed bij. Tweede helft zie je dan de wissel Cornet, in principe, voor ons gesneden koek, 4-3-3. Twee goede centraal verdedigers. Dat ik vandaag zag bij ons, kopbal sterk, duelkracht. In principe tegen Cornet mocht dat geen probleem zijn. Maar dan kom je een beetje onder druk, door dat Omolo iets te veel ruimte. Er was veel beweging op middenveld. Dat is iets moeilijker. En dan pas je, vind ik, ik moet opletten wat ik zeg op zeg. Vind ik, pas ik goed aan. Dwingen we ze iets sneller tot een lange bal, minder combinatievoetbal. Want dat in principe voor ons altijd gesneden koek moet zijn. En dan, ja, dan gebeurt het nog voor de, denk ik, Koen, jij had dat bij nog eens een keer thuis. 6e, 7e keer. Geef het in de 2 of 93ste minuten nog een keer weg. Dus je houdt de bal in de hoek op minuut 84, 85, begin je er al aan. En in de 93ste minuut ga je nog een dribbeltje doen naar binnen. In plaats van een bal gewoon in de hoek te leggen, is de wedstrijd gedaan. En dan blijf je terug. Heel ontgoochelde lachter. Kost u blazoen vandaag oppoetsen. Dat was veel volk, veel media. Dus Cerkel kon hem nog een keer op een positieve manier in de picture zetten. En dat heb je nagelaten. Desondanks dat iedereen er 100% voor gaan is. Maar een laatste tikkeltje heeft ons weer vandaag. Dan dank ik u, wens ik u een behouden thuiskomst en over 14 dagen.